Je komt wel de meest gekkige dingen hier tegen, maar misschien straks meer van haar. Maar we gaan nu eerst naar totaal wat anders, want ja, ze is wel blond en speelt ook saxofoon. Maar daar houdt eigenlijk wel de vergelijking met Candy Dulfer mee op. Want waar Candy bekend staat om haar pop- en jazzy-muziek, is Jenita Furink uit Voorst vooral klassiek geschoold. Super. Nog een keer. 1, 2, 3, 4. Ik herinner me heel goed dat ik bij een concert was van de fanfare. En toen zat ik al te bedenken welk instrument zal ik straks kiezen. En die saxofoon die bleef mij aantrekken qua geluid, hoe die eruit zag. En mijn opa speelde saxofoon. Dat was echt wel mijn grote voorbeeld. Ik treed veel op met het Ardemus Quartet. En binnenkort ook hier in de buurt, in Voorst, in de Dorpskerk. Dat ik klassiek saxofoon ben gaan spelen, komt echt uit de orkestwereld waarin ik ben opgegroeid. Daar gaat het eigenlijk vooral om dat je met een warm geluid de saxofoon bespeelt. Dus al veel meer richting klassiek saxofoon gaat. Met mijn saxofoonkwartet spelen we heel divers repertoire, want het is zo dat we, omdat de saxofoon een jong instrument is, ook uitwijken naar de oudere klassieke muziek en dat, wij maken daar dus bewerkingen voor. Dus het gaat echt van Bach tot hedendaags repertoire. Op dit moment is de verhouding spelen, lesgeven. Ik denk toch wel 70% spelen, 30% lesgeven. Ik vind het sowieso heel erg leuk om de interactie te hebben met... maakt eigenlijk niet uit hoe oud, van kind tot volwassen. Ik vind het leuk om die variatie te hebben en vooral om mijn eigen passie weer terug te zien in die leerlingen. En dat herinnert je altijd weer een beetje naar hoe het begonnen is voor jezelf. Juist. Komende zondag speelt Jenita met haar kwartet in de Dorpskerk in Voorst. Het concert begint om 2:30.